Meneer Van Acht, Schreeuw om recht is een kloekboek. U heeft er 5 jaar aan gewerkt. U bent weliswaar geen oude man, maar ook niet de jongste meer. En veel politici of mensen die een belangrijke functie hebben gehad in de samenleving kiezen ervoor om op die leeftijd te fietsen in Drenthe. Al of niet met een ANWB-kaart op het stuur. Waarom en een elektromotor. En een elektromotor. Ja. Waarom heeft u dat niet gedaan? Nadat ik had gezien bij toeval, pakweg ongeveer 10 jaar geleden, hoe ernstig het lot van de Palestijnen is geworden. En toen zag je al, het kan alleen maar erger worden dan het is. En toen heb ik beseft hoezeer ik zelf in de jaren dat ik in de regering zat, heb gefaald om daar wat aan te doen. En ik had dus iets goed te maken. En daaraan werk ik nu. Goed, laten we eens even kijken naar een spotje. Dat is gemaakt door het CDA. En daar zit een meneer in. We kijken even naar hoe dat eruit ziet. Naar dat gezicht. Kent u deze man? Een stuk jonger, hè? Ja, hoe zou u hem omschrijven? Als u deze man ziet daar. Nou, het kan ermee door. Ja, maar als we nou even de uiterlijke kenmerken opzij zetten. Ja? Wat zat er in dat hoofd? Hoe keek hij naar de wereld? Dat kan ik aan die foto niet zien. Ik weet het uit herinnering natuurlijk wel. Altijd, dat heb ik altijd wel gehad, ik wil mezelf niet mooi maken. Maar het is echt waar. Altijd op zoek naar recht. Ik heb het dan ook fantastisch gevonden dat ik door gelukkig toeval, want meer was het niet, indertijd mocht worden minister van Justitie. Mooist voor een jurist, de mooiste van alle jobs. Zullen we eens luisteren naar wat die man toen te vertellen had? Graag. Luister met ons mee. Ik ben benieuwd. Ja, er is natuurlijk heel veel te doen in de wereld om ons heen. Maar ik denk dat één punt de bijzondere aandacht verdient wanneer we nu spreken over waar staat het CDA nou in het bijzonder voor. En dan meen ik dat wij in het bijzonder staan voor de staat Israël, die ik in mijn reden op het congres van 11 december een broeder in benauwenis heb genoemd. Ja. Waar sta je dan? Daar sta je dan met je goede gedrag. Of dan zit je dan met Paul Witteman. Wat zou u die man willen zeggen die u net heeft gehoord? Makker, zeg ik dan tegen mezelf. Gij waart hoorbaar te jong om volledig te begrijpen wat daar ginds gebeurde. Maar mag ik toevoegen, wat er ginds gebeurde was toendertijd bij lange na niet zo ernstig als wat er vandaag van geworden is. Nou, dus er is heel veel gebeurd na die tijd. U beschrijft zelf de geschiedenis. Niet om mezelf schoon te wassen, maar dat is wel echt waar. Er is na die tijd heel veel gebeurd dat de zaak veel ernstiger, dramatischer maakte, beklemmender, onaanvaardbaarder uit een oogpunt van mensenrechten. Dat is zeker waar, maar u beschrijft nauwgezet de geschiedenis in uw eigen boek. Ja. En ook in de tijd dat u premier was, was het lot van de Palestijnen al deerniswekkend. En u was dan weliswaar jong, maar had wel de macht in Nederland. Nou, dat zeggen ze bijna allemaal buiten de muren van het katshuis. Met die macht valt het nogal tegen of mee. Als u gewild had, had u op die kwestie invloed uit kunnen oefenen. Als u gewild had, u had ik ook enige nog, invloed kunnen uitoefenen. U was lijsttrekker van de partij. Had u die partij mee kunnen nemen? Enige invloed op kunnen uitoefenen. En dat heb ik niet gedaan. En dus, vandaar de bekentenis, oprechte bekentenis van mijn falen in die periode. Maar kon die makker, zoals u zichzelf net benoemde, vrij uitspreken als het over dit soort zaken ging? Nou, in het algemeen trok die makker zich daartoe niet heel veel van aan, van dit soort overwegingen. Dus het was gebrek aan kennis, eventueel, dat die makker daar niet over sprak? Ja. Maar niet omdat er een druk lag? Minister van Justitie was natuurlijk een vakminister, zeker in die tijd. Tenminste, zoals ik het vak deed, was het een vakminister die niet ver buiten over de heggen van zijn tuintje keek. Buitenland was voor anderen.
Als minister-president had ik er iets meer mee te maken. Zo nu en dan moest je wel. Bijvoorbeeld toen de Nederlandse ambassade uit Jeruzalem werd weggehaald. En naar Tel Aviv moest vertrekken. Mm-hmm. In opdracht of op instigatie van de Verenigde Naties. Nadat Israël Oost-Jeruzalem had bezet. En bezet hield, bleef houden. Dat was natuurlijk wel pijnlijk. Daar had ik moeite mee, want ik was een pro-Israël man. Daar had ik inderdaad moeite mee. Maar het moest wel, het was een VN-mandaat. Ja, Nederland is in zijn algemeenheid, zeker in die tijd, in de jaren 70 en 80... in zijn algemeenheid pro-Israël geweest. Waar kwam dat uit voort, denkt u? Nou, ik denk dat er een aantal redenen voor zijn. Eén daarvan is, waarschijnlijk de voornaamste, de belangrijkste... is Holocaust. 6 miljoen slachtoffers. 6 miljoen Joodse mensen. En dan moeten we inderdaad echt even stil blijven. Maar er zijn de verkeerde conclusies uitgetrokken. De gruwelijke Holocaust, de uniciteit van dat gebeuren... mocht toen al, en mag nu vandaag de dag al evenmin, leidde tot de conclusie dat alles wat de staat Israël nadien is gaan doen en nog doet, zou zijn wel gedaan. Allerminst. En daarom verzet ik me altijd hevig tegen het telkens en telkens weer aan mij en anderen die mij steunen. Heel veel Joden onder hen trouwens, die mij steunen. Gemaakte verwijt dat ik een antisemiet zou zijn. Trekt u zich dat aan eigenlijk? Trek ik me hevig aan. Maar dat is eigenlijk een beetje vreemd. Dan. Ofwel, u denkt, er is toch geen sprake van dat ik antisemit ben. Dan kunt u het van zich af laten glijden. Ja, dat is ook zo. Ofwel, u bent bang dat het ergens in het mens zijn toch aanwezig is. Nee. En dan trekt u het zich aan. Luister, misschien moet ik naar de psychiater op dit punt om mezelf te gaan begrijpen. Maar ik vind het wel erg. Hiervoor heb ik geen eelt op mijn ziel ontwikkeld. En dat is omdat het woord antisemiet de bijklank heeft. In ieder geval aan de wereld vertelt. Wie zegt, Dries van Acht is een antisemiet. Die zegt tevens impliciet, deze man is niet onschuldig aan wat zich in de dagen van de Holocaust heeft voltrokken. En dat is vreselijk, daarbij betrokken te worden op deze manier. Wanneer was uw ommekeer eigenlijk? Is er één moment geweest dat u dacht, ja, nu moet ik iets doen, zo kan het niet langer. Ja, er zijn momenten van twijfel gekomen laat in mijn ministeriële leven. Te beginnen in 1982, toen Israël invallen deed in Libanon. En daar schuldig werd aan de enorme slachtpartijen, niet minder dan dat, die toen hebben plaatsgevonden in Palestijnse vluchtelingenkampen, Sabra en Shatila. Dat was het moment voor u? Dat was het moment van de. Toen begon ik om te gaan. Tegenstribbelend. Want ik verloor mezelf op dat moment zoals ik voordien steeds was geweest. We hebben een beeld, dat wilde u laten zien. Want nu maken we even een grote sprong naar wat er op dit moment in het Midden-Oosten gebeurt. We hebben uw cover gezien, de cover van de omslag van het boek. Daar heb je een olijfboom en daar is de schutting. Die olijfboom is symbolisch, ja, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat zien we ook in het volgende fragment. Dit fragment, meneer Van Acht, waar we nu naar kijken, hebben we nog niet zo lang geleden ook op de televisie gezien in een aflevering van het programma Zomergasten. Misschien heeft u dat ook gezien. Waar Alexander Pechtold ook de gast was. En die gebruikte dit fragment. En hij gebruikte een fragment waarin je Israëlische burgers slachtoffer zag worden van een terreuraanslag. En zei, ik wil allebei even lang laten zien. En ik vind het allebei even belangrijk. En ik durf daar geen keuze in te maken. Ik wil daar geen keuze in maken. Wat was het moment dat u een keuze maakte?
ik zal het u zeggen, nadat ik gezegd heb dat een groot talent als Pechtold toen een keuze had behoren te maken en toen op zijn beurt ernstig heeft gefaald. Nu een antwoord op uw vraag. Wanneer ik heb ik een keuze gemaakt? Ik ben definitief tot het inzicht gekomen. Ik sta aan de verkeerde kant van de streep. Ik verdedig de verkeerde partij. Ik verdedig de bezetter. Altijd winnaar. Het land met het sterkste leger ter wereld op één na. Of enkele na. De grootste luchtmacht, de sterkste luchtmacht op één na. En een van de grootste legers op één. Land met een atoomwapen. Land met atoomwapen. Die zit ik te verdedigen tegen mensen die niks hebben om zich mee te verdedigen. Dan raketjes die ze zelf fabrieken in schuurtjes. En wat materiaal dat ze via tunnels onder de grond proberen binnen te smokkelen vanuit Iran. De asymmetrie is zo overstelpend, zo verbijsterend. Ik dacht toen, dat was definitief het draai. Ik zit aan de verkeerde kant in deze zaak, waar het gaat uiteindelijk om recht. Het pijnlijke in zo'n keuze lijkt mij toch dat je dan weliswaar je hart volgt, maar tegelijkertijd een hoop van je macht bent kwijtgeraakt. Het is ook zo. Dat is ook zo. En het verlies van macht is nog ernstiger dan uw woorden al te kennen geven. Want het machthebbende deel van het CDA luistert niet naar mij. Waar ik wel gehoor vind, en dat merk ik echt voortdurend telkens weer, is in de zaaltjes en zalen in het land waar ik mijn uiteenzettingen hou, met de bijpassende beelden die tonen hoe het werkelijk is. En waar de mensen dan, hetzij aanstonds, hetzij na afloop van de bijeenkomst zeggen, u hebt ons het laten zien hoe het werkelijk is. Het kan zo niet. Wij zijn met u. Wat kunnen we doen? Komt heel veel voor. Alleen het Binnenhofse Den Haag waarom is dood voor mij. U bent een man van statuur. Ex-premier, ex-politiek leider. Ja, nou ja, ze hebben meer van zulke bij de hand. Nee, maar het gaat om iets anders, denk ik. Waarom luisteren ze niet naar u? Nou, er is ook een tegenzin om te luisteren. He, zo even gezegd, dat was op zichzelf al juist. Ja. Maar er is ook een tegenzin om te luisteren. Er is binnen het CDA, maar ook daarbuiten ook, he, her en der, is er een tegenzin, een aversie om informatie te ontvangen, te verwerken en dan daarnaar te gaan handelen die niet overeenstemt met de vooroordelen die je je leven lang ongeveer bij je hebt gedragen. Dat is ongetwijfeld waar. Maar waar zou dat uit voortkomen? Komt dat voort uit het CDA dat er gewoon in het hart van de macht wil zitten en denkt wij moeten altijd aan de hand van Amerika lopen? Nou, daar zitten meer factoren in. De PvdA, ook toen ze in de oppositie waren, was, laat ik het nou maar in simpele termen zeggen, over deze kwestie minder slecht dan het CDA. Maar niet goed genoeg. Hoor ik hier eigenlijk een lidmaatschap opzeggen? Dat doe ik niet. Om diverse redenen niet. Eén daarvan is dat ik zelf aan het CDA, zoals mijn leven verlopen is, te veel te danken heb. Trouwens andersom ook. Maar daar denken ze te weinig aan. Ten tweede, dat de CDA ook natuurlijk een aantal hele goede dingen in zijn programma heeft en probeert ten uitvoer te leggen. Dus niet alles wat ze doen is verwerpelijk. En ten derde, Machiavelli, opportunisme. Als ik zou weggaan uit de CDA, zoals, om maar een vergelijking te maken, Greta Duisenberg gedaan heeft uit de PvdA, dan luistert helemaal niemand meer. Ja, maar naar Greta Duisenberg luisterden ze daarvoor al niet. Dat is proefondervindelijk gebleken. Ja. Maar naar u werd wel geluisterd. En nu niet meer, dus dan maakt het ook niet meer uit. Nee. Naar mij wordt geluisterd zodra je de grenzen van het Binnenhof weet te overschrijden. En bemerkt en gaat onderzoeken hoe het staat met het CDA al daar. In het ganse land, buiten het Binnenhof. Ja. We hebben een rubriek in onze uitzending.
sinds dit seizoen. Dat heet De Flippo's. En we hebben een aantal Kamerleden een cameraatje gegeven. En die geven commentaar op het nieuws. Als het kan, onderwerpen die hier te tafel komen. We hebben een Kamerlid van het CDA. Die spontaan commentaar geeft op uw visie met betrekking... Ger Koopmans. Ger Koopmans. Laat maar eens. Het is elke keer weer verrassend om te zien dat sommige katholieke politici, als ze langzamerhand richting Hemelpoort gaan, steeds linksere teksten gaan gebruiken. Dat is uw partijgenoot in de Tweede Kamer. Politici die, als ze dichter bij de Hemelpoort komen, ik neem aan dat hij daarmee het afscheid van het aardse bedoelt, ja, steeds linkere teksten gebruiken. Linkser, wat niet hetzelfde is. Nee, linkse teksten. Ik zou deze makker, allereerst zou ik deze makker via u dan willen zeggen dat ik daar minstens nog 20 jaar mee zal wachten. Is ja? dat een belofte of dus een dreigement? Als hij daarop hoopt, dan moet hij nog even heel veel geduld oefenen. Maar dit is natuurlijk, laat maar simpel zeggen, een hele flauwe opmerking. Een hele flauwe opmerking. Natuurlijk, politici zijn... Ja, ook politici zijn mensen. Zijn mensen begiftigd met een zekere mate van verstand. En tot het wezenskenmerk van verstandige mensen behoort dat ze van mening kunnen veranderen. Alleen dwazen, luidt het spreekwoord, veranderen nooit van mening. Tot die dwazen hoor ik niet. Nee, maar zo wordt u wel een beetje weggezet. Ja. Door uw eigen partij. Dat is ook zo. Van ach, laat hem maar. Ja. Nou zet ik die andere lui weg, dan merk je toch wel. Ja, ja, dat hadden we in de gaten. Ja, nou. Zo kon u tot voor kort, dankzij uw status van dienst, met een diplomatiek paspoort reizen. Ik heb begrepen dat meneer Verhagen u dat heeft afgenomen. Ja, hij heeft een merkwaardige beslissing genomen. Ik had die overigens niet in de publiciteit willen brengen, maar door een vlotte toevoeging in een interview aan de NRC bent u het aan de weet gekomen en u gaat ermee op de loop. Heel leuk. De loop? Heel leuk. Lijkt me een feit. Doe maar, het is heel leuk. Het is ook een feit. Ja. Vooruit, daar gaan we dan. Ja. Hè? Dat het mij afgenomen paspoort. Ja, want de minister van Buitenlandse Zaken heeft in zijn wijsheid heel onlangs een beslissing genomen, krachtens het welk alle oud-ministers van Buitenlandse Zaken, alle oud-premiers en alle oud-ambassadeurs voortaan hun paspoort zullen moeten inleveren. Diplomatieke paspoort. Ja, want immers oud. Want het is oud. Ja. Nou, voor wat betreft, excuus, mijn heren, als gij mocht meeluisteren, oud-ambassadeurs, excuus aan u. Maar voor hen begrijp ik het nog wel, want het gaat om tientallen. Mm-hmm. En die kunnen redelijk leven, denk ik, zonder dat paspoort. Voor wat betreft de minister van Buitenlandse Zaken zijn er maar een paar. Maar laat ik me concentreren op de premiers. Er zijn in het huidige Nederland nog 4 oud-premiers in leven. Van die 4 hebben de heren Lubbers en Kok het eerbetoon gekregen van minister van Staat te worden. Dat eerbetoon is de heren Piet de Jong en mij nooit toegevallen. De ministers van Staat zullen als zodanig het paspoort behouden. Maar Piet de Jong en ik zijn de klos. Nou, voor Piet de Jong is dat tot daaraan toe, want deze fantastische minister-president van de naoorlogse jaren is thans 93 en zal dus niet vaak meer naar het buitenland reizen. Mogen we best aannemen. Maar deze activist, die is nog volop in de weer. Dus in feite treffen ze mij alleen. Beste Rijn? Ik durf het niet te zeggen. Het kost mij ook moeite om het te ontkennen. Morgen wordt het boek goed doorvocht werk met een aanklacht, een jacuzzi op het eind, in Nieuwsport door de uitgever aan u aangeboden. We wensen u daarbij een prettige middag.